Is het eigenlijk al afgelopen? Nee, het is nog niet. Mocht niet. Er zijn nog mensen binnen. Nee, wat is waar? Ik zal even laten zien wat ik heb. Was weer een succes vanavond? Wie is van de organisatie? Ben jij niet van de organisatie? Ik niet, nee. En jij bent, wacht even, jij bent van... Ik heb mijn eigen atelier. Hier, in dit pand? Nee, bij de schooltje. Ken je het schooltje? Nee. Waar ligt dat? Die ligt bij de Vratenstraat. Oké, maar en wat doe jij dan hier? Ik kom je me informeren om 10 juni op de dingen die ik allemaal maak, om die daar ook te staan. Ja, ja. In de bazaar. Samenwerkingsvoetbal. Ja. En, denk je dat het gaat lukken? Ik hoop het. Ja. Ik hoop dat het kan lukken. En wat voor kleding maak je? Kun je wat je aan hebt? Heb jij dat? Ik zal laten zien, ik heb nooit broek aan. Ja? Ja, want ik verwacht natuurlijk wel een soort modeshow als ik hier kom. Een soort modeshow, ja. Ja, zo. Dat heb jij zelf gemaakt? Ja, hier de broek heb ik het zelf gemaakt. Nou zeg. Mooi dat? Ja, mooi. En dat doe je al lang? Je sieraden ook? Ja. Jeetje. Mooi. Ja, hier heb je zo'n lieveheersbeestje. Ja. En wat heb jij met lieveheersbeestjes dan? Betekent iets? Of? Ja, het is zo'n, zijn lieve dieren die in de natuur wonen. Ja. Het ook heeft iets. Eco. Die enkel, ja, die brengen liefde. Hè. Zo'n lieveheersbeestje die geeft, die geeft heel veel liefde. Leuk. En zo heb je van allerlei verschillende dieren in de natuur. Ik hou van een natuursieraden maken, dus ik heb in mijn atelier allerlei soorten sieraden gemaakt van steen, stenen. Mm-hmm. En dan maak ik daar weer zo'n hanger, zoals je hier ziet. Dat is ook een steen die ik gevonden heb. Die heb je gevonden? Ja? Die heb ik gevonden en dan maak ik daar weer een hanger van. En dat spul wat eromheen zit, is dat koper? Dat is koper? Een koperdraad, ja. Het is heel mooi draad. Inderdaad. Ja, en dat gaat heel lang mee, hoor. Oké. En toen, hoe ouder het wordt, hoe mooier het wordt. Hoe heet het? Patijn? Het koperdraad. Ja. Dat verroest niet. Ja. Heel mooi. Dus dit soort dingen wat je ziet bij mij, broek, heb ik een heleboel in mijn atelier. Oké. En dan wil ik 10 juni. Ja. Ja, dan doe maar even reclame maken. Dan wil mag. Ik het allemaal laten zien. Van, kijk, wat je hebt gemaakt de afgelopen jaar. En wat je allemaal met de natuur kan. Ja. De takken, stenen, ja, houten kralen. Dat is heel mooi. Ik ben gek op houten kralen. Ja. Leuk hoor. Ja, toch? Dankjewel. Ga ik even verder kijken. Ja. Oh, okay. Ja. Er is niet een zo'n. Sorry, dan. Oh, sorry. Mag het wel weer gespreken? Volgens mij inderdaad, uit zo'n zegt. Ik zie het. Ja. Hallo. Volgende keer kom ik in mijn doos. Ja, dat is hartstikke tof. Ja, dat is hartstikke tof. Ja, dat is hartstikke tof. Doe ik het dan? Mag ik even iets vragen? Ja? Zijn het jouw kleren? Wat zeg? Zijn het jouw kleren? Of? Nee. Hier, dit is een kledingruilbeurs. Ja. En hoe is het nou? Katharina staat op de Ja, die stond er niet. Ga ik zo even babbelen. Nou, die heeft daar georganiseerd. Ook, en zij ook vrijwilligers hoor. Dus, ja. Maar ik heb wel wat kleren ingeleverd. Maar nee, het is niet allemaal van mij. Er ligt wel wat van mij tussen. Eén ding is, geloof ik al. Kun je even laten zien wat jij hebt... Wat ik heb ingeleverd. En heb je daar iets voor teruggekregen? Nou, ik ben eigenlijk
zoek, want ik zat even te twijfelen of dit fashion was. Niet dat het niet mooi is, maar ik denk, ja, ik moet... Ik zocht eigenlijk alleen een zwarte broek. Die ligt er niet tussen, maar dat geeft mij niks. Yeah. Ik heb toch zat. Ik ben al blij dat ik er iemand blij mee kan maken. Yeah. Ik, als ik die zwarte broek vind, dan is het volgende keer of de week ervoor. Ik heb toch die van ons moeder geleend, dus het kan nog wel even. Yeah. En zeg maar, je hebt heel veel tweedehands kledingwinkels en zo. Waar je kleren ook naartoe kunt brengen. Deze is van mij. Okay. Was van mij, nu is ze niet meer van mij. Wat is jouw beweegreden om hier naartoe te gaan? In plaats van andere kanalen, zeg maar. Nou, ik dacht... dit is dan, omdat nou de economie en zo mindert. Ik denk, nou, waar ik niet meer pas, past iemand anders. Ja. En misschien zie ik die persoon ook en denk, oh, die heb ik er blij mee kunnen maken. Oh, dat is leuk. Ja, ja. Want als ik naar La Poubelle breng, doe ik ook op. Breng ik ook dingen naartoe, maar dan... weet ik niet, ik kan nou wel of niet iemand blij mee maken. Of poetsen ze de oude vloer mee? Nee, dat is allemaal niet. Ja, ja, ja. Dus je wilt een beetje zekerheid ik hebben denk, dat het goed terecht komt. Ik heb er nou echt iemand blij mee kunnen maken. Ik heb hond. Want ik zag net al iemand die ging met je gaan. Het was, ik denk, volgens mij is zij het. Ja. Nou, iets met iets. Ik denk, een soort truitje. En ik heb gewoon te dikke armen. Of te dikke, dat valt daar hier niet zo mooi. Maar iemand die iets dunner armen heeft, die past daar. Ja. En je hebt wel iets... Hij is blij. Heb je er iets voor teruggekregen? Kleding? Nee, omdat toevallig niks tussen lag. Maar... En kan dat dan de volgende keer? Bijvoorbeeld dat je de bon... Want je krijgt een bon, hè, als je iets inlevert. Nou, volgens mij gaat dat parkeren. Dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik heb eigenlijk nog niet gevraagd. Ik denk dat die bon dadelijk heeft terug. Dus eigenlijk gewoon weg. Dus nu weg, de kleding. Nou, dat weet ik niet zeker. Dan kan je het best even aan haar vragen. Maar als dat zo is, dan interesseert me dan niks. Want ik zie al, zij is blij met het ruiken. Daarnet ging er iemand met een... Nou ja, dan ben ik alweer kwijt wat het was. Ik denk, oh wat fijn. Ik heb mijn haar staan kletsen. Ik denk, ha, fijn. Die heeft het ruiken. Ja. Ik ben al blij dat ik zie, oh wat leuk. Ja. Dat is een hoofdmoot. Een goede daad heb je gedaan. Ja, ik denk, en wat het niet kwijt kan waarvan ik vind, nou, dit vind ik te. Dat doe ik, wat volwassen is, dat hou ik zelf voor mijn paarden. Want ik heb al een goede broek verknald en een goede shirtje verknald bij de paarden met teren en zo weg. Werkkleding. Dat doe ik dus niet meer met mijn goede goed. Ja. En wat er dan nog goed uit, wat niet meer past, dat gaat dan hier naartoe. Ja. En waarvan ik denk, nou, dit is wel gruwelijk uit te mogen. Of dit is dan, of ik deel dan een beetje op, dan doe ik ook wel naar La Poubelle, maar als ik hier naartoe kan, dan ga ik gewoon hier naartoe. Ja, deze, daar mag ik filmen, maar dat is mijn eigen jas gewoon. Ja, trek eens aan. Dat is mijn regenjas, want ik denk, waar wordt het vandaag? Ja, dat is handig dat je die mee hebt genomen. Maar ik doe dit omdat... Maar die doe je dus niet weg? Nee, deze niet, want die kan ik heel makkelijk in mijn tas doen. Want dan rol ik hem in en dan doe ik wel een capuchonnetje dat ik zo even dat capuchon eromheen trek. Ja. Als ik het met mijn jas in mijn handen. Nou, dankjewel. Die was ik vergeten neer te kijken. Dat is jouw bonnetje. Ja, okay, daarom pak ik tegen mijn jas. Mooi. Maar hoe dat nou zit, of je naar de bon... Jij mag het ook vragen, ja. Hij vroeg, maar ik wist het niet zeker, maar ik zeg, maakt mij ook niet uit. Stel voor dat ik nou dingen voor me heb. Nou, dat kan, ik heb het niet gevonden. Of ik dan voor de volgende keer dat bonnetje wat ik nu ingeleverd heb nog... te goed, zo was het niet zoiets. Ja, dat je dat de volgende keer weer kunt gebruiken. Volgens mij dat je dus eigenlijk je inbreng niet kwijt bent. Ja, maar dan valt voor een ding niet bij te houden. Ja, nee, dat kan niet. Inderdaad, het is op de avond zelf wat er ingeleverd wordt. En dan is wat er meegenomen wordt. En we hebben altijd wel ietsje meer ook hier liggen dan wat er weggaat. Ja, het maakt voor mij niet uit, maar kijk, nou weet je in ieder geval hoeveel. Ja. Ik denk dat de organisatorisch niet bij te houden is. En kijk, organisatorisch. Nou, een Excel-sheetje of zo. Moet er ook lol in hebben, hè? Ja, we hebben ook gewoon 3 pinnenboekjes, dat is de hele organisatie. Meer zit er niet aan vast. Ja. Maar dat is leuk, dat wij het contacten met de mensen houden. Anders zit je daar allemaal. Dan moet ik een lijst maken of zo. Nee. Dat is zou je in het kort eens kunnen uitleggen wat nou... Contact, hè, daar gaat het om. Contact? Ja, zei jij. Het gaat om de contact. Ik denk, dan zit ik goed. Ja, anders kan je ook wel naar La Poubelle of weet ik veel gaan. Als het de contacten die je hier legt, bedoel je? Daar gaat het om. Nou, wat ik nou net zei van, ik heb de kleren dus gebracht. En nou zie ik ook wat fijn. Zij is blij met mijn paarse truitje. En zij is blij met mijn dit. Of zij is blij. En bij La Poubelle is er ook altijd iemand blij mee, hoor. Ik loop direct. Ja. Maar dan is dat zo ver. En dan denk ik, oh wat leuk. Oh, staat me daar leuk. Ik ben blij dat ik jou blij mee heb kunnen maken. Ja. Zeg, die jas van mij, heb je die al geprobeerd? Dus ik paste die jas van haar, maar die was net te lang, ben te klein. Ja. En dat was zo'n mooie jas. Die moet je niet korter maken, was heel model naar de haaien.
Ja. En zo raak je in gesprek. Ja, en inderdaad zitten elkaar... En dat is leuk. Elkaar complimenten geven. Goh, dat staat je ook leuk. En wat je in de winkel wat ik nooit aan drink zou halen. En hier liggen dingen en denk van nou... En nog één ding. En dan weet ik misschien in. En ik vind dat het moeilijk kiezen als er veel kleren zijn. Hier heb ik overzicht. Er ligt niet zoveel. Het zijn allemaal mooie dingen. En ik kan makkelijker kiezen. Het is voor mij overzicht. Dus hoe minder keus, hoe makkelijker het voor jou is. Ja. Dat is wel opmerkelijk. Want als ik in de winkel ben, dan zegt ze moeder, wacht maar. Dus ik trek daar gauw een paar dingen. En dan, nou doe ik dat zelf ook wel. Trek gauw een paar dingen. En dan doe ik dat apart daaruit kiezen. Kijk, en hier hoeft dat niet. Hier liggen gelukkig niet zoveel. En dat is ook een mooie blouse, hoor. Dan zit ik van, zal ik? Ik denk, nee. Als ik nou mijn t-shirt heb gedaan en ik zie wat ik echt nodig heb, dan pas. Dan zie ik nog mijn overvolle klerenkast. Ja. Maar het fijne is, als er niet zoveel ligt, heb ik meer overzicht en makkelijke keus. Ja. En makkelijker kiezen dan voor mij. Kledingrekken, ja. Net als je zegt, uit de kledingrek niet zo makkelijk haalt, omdat het zoveel... Ja, vandaag had ik het op kleur gelegd. Jij bent hiermee begonnen? Of jij hebt dit is al de vierde keer dat we dit organiseren. Ja. En hoe ben je op het idee gekomen? Nou, dit is vanuit Transition Towns. Het idee heb jij niet bedacht? Het was er al? Nee, het bestaat wel al langer. Maar op deze gewoon heel laagdrempelig, makkelijke manier met alleen maar een bonnetje... Dat is voldoende. Dan kun je even kort uitleggen wat nou de bedoeling is? Want voor mensen die nemen niet weten... drie of vier of vijf kledingstukken mee. Ja. En die laten ze even zien. En dan mag je het zelf op tafel leggen of uitstallen. En dan ga je zelf kijken of er iets voor je bij zit. En dan kan je dat passen. En andere vrouwen die kijken of mannen die zeggen van... Nou, dat staat je hartstikke leuk. En dan neem je dat mee. En dan ruil je dus eigenlijk. Dat is eigenlijk ga je naar huis met nieuwe dingen. Hier, als ze het hier zeggen, dan staat het je leuk. In de winkel staat het je ook leuk, maar soms is het ook een beetje een verkooptrucje. Hè? Als dat zeggen ze altijd. Dat wil niet zeggen dat je dan helemaal niet staat, want dan zeggen ze dat niet. Maar als het... dan slaat het nogal gauw naar de leuke kant, toch? Ja. Dat is natuurlijk ook een voordeel. Dus jullie zijn eerlijk? Jullie zijn eigenlijk heel eerlijk tegenover elkaar? Ja, naar mijn idee wel. Ben je mee eens? Ja, ik hoef niks te verkopen. Nee. Het gaat mij niet om de winst. Maar je wilt het wel een succes maken. Ja, maar wel dat mensen tevreden naar huis gaan. Ja. En als ze iets meenemen, ze denken van nou, toch niet helemaal. Weet je wat, volgende keer leef ik het gewoon weer in bij de volgende kledingfeest. En is er veel geweld vandaag? Ik heb het nog niet geteld. Maar het was toch wel goed. Je houdt het bij. Ja, aan de hand van de bonnetjes kan ik precies zien. Mag ik het even zien, de bonnetjes? Ja, even kijken. Hoe dat in elkaar zit. Wat ik heb gedaan. Maar het is echt een mooi boek. Iedereen krijgt een bonnetje. Ja, zo simpel is het. Het is gewoon of een 3 of een 4 of een 5. Je neemt 3 of 4 of 5 kledingstukken mee. En ik hoef alleen maar te tellen op de datum hoeveel kledingstukken er uitgewisseld zijn. En hoeveel bonnetjes, hoeveel mensen kledingstukken. Ik zeg 3, 4, 5. Maar dan moet je de mensen de honger kan houden. 3, 4, 5 en niet met 2 of 6. Nou, dat kan ook nog weer hoor. Dan geef ik zo'n bonnetje. En als ze met 7 komen, zo'n bonnetje en zo'n bonnetje. Oh ja, je kunt kan ook. Maar 3, 4, 5, dat is gewoon het makkelijkste. Ja. Dat is ook handig. Je moet voor jezelf zo makkelijk mogelijk maken. Want dan kan je met de mensen nog een beetje... En we vragen natuurlijk wel mensen om even een mailadres op te schrijven. Dan krijgen ze volgende keer persoonlijk in de mailbox uitnodiging voor de volgende keer. En voor het die zal ik even op nieuwsbrief. Maar je hebt mij niet gevraagd, hè? Dat is niet goed, hè? Heb ik jou niet gevraagd? We moeten gevraagd worden eigenlijk. Nou, wat jullie eigenlijk doen, wil ik wel weten. Ik doe eigenlijk niks. Je bent gewoon... Ik ben hier vandaag voor het eerst. Oké. Okay. U heeft wel kleding meegenomen of niet? Ook niet. Ook niet? Nee, want ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Oké. Okay. Ja. Ik heb Essie meegenomen, want we zijn vormen een soort lokale gemeenschap. Gemeenschap. En soms zijn er mensen waarvan ik denk van, misschien vindt die dat wel leuk. Doe even dichterbij, anders ze lullen er zo de groen. En dan gaan we samen kijken of er dingen zijn die mensen leuk vinden. En we hebben het net over glas in lood. Daar is zij goed in. Ja, nou, misschien is er wel iets met zonnepanelen bouwen, dat ze daar een bijdrage aan geven. Ja. Of dat ze zelf workshops kan gaan geven hier. En heeft u wel iets ingeleverd? Ik heb vorige keer meegedaan. Dus
En wat u nu aan heeft, heeft u hier gescoord, of niet? Nee. Oh, dat is jammer. Nee, jammer, hè? Ja. Deze heb ik trouwens wel zomaar gekregen van iemand. Gekregen? Niet hier, maar hè, dus dat zijn eigenlijk ook mensen die ik dan af en toe tegenkom en die dan wat van me meenemen. Ja. Ja. Dus iedereen weet eigenlijk dat u... Eigenlijk met... wel een beetje in de geest van het kledingruilen. Ja. Oké. Okay. Nou, leuk initiatief, hè? Ja. Ja, bedankt. Dat is wel apart. Dat regel ik wel even en dan... Hè, dat is helemaal geen probleem, hoor. Nou, kijk. Ja, een hoedje. Wat? Mutje. Nee, een petje. Is dat niet een petje? Ja, ik vind hem leuk. Maar ik ben totaal niet modebewust, dus... Maar wacht, als je nou dat petje, daar ging uw eerste keuze naar uit, hè? Ja. Als je die nou even gewoon opzet en dan gaan we even mensen vragen of dat iets is. Ja. Vertel. Ja, ik vind hem heel leuk staan. Ik heb nooit een muts op. Ja. Nee, maar het is lastig. En dan denk ik, iedereen kent het zelf ook. Ik ken het zelf ook. Ik heb nooit iets gevonden met... Oh, je krijgt meteen ook al draagadvies, hoort u dat? Ja, ik vind het heerlijk. Oh, dat is meteen... U bent wel in de ruitjes, zie ik. In de ruitjes, ja. Yeah. Ja. Ik vind het wel leuk. Is te klein, denk ik. Ja, dat is ideaal. Hoe doen we het? Houd je touwtje. Ja. Ik hou wel van vesten. Klein. Dan gaan we weer even vragen. Kunnen we even... mogen we even aandacht? Want... Oh! En? Ja, ja, goed. Als het niet mooi staat, dan doen we ook. Dan doen we ook. Okay. Ja, oh, dat is Maar het is maar één mening en is één. Maar u wilt het niet houden? Wat moet ik houden? Nou, dat weet ik niet. Ik ga dat verder niet... Dat niet. Het petje vindt het toch wel leuk. Dat is echt leuk om mee te werken. Maar ze heeft geen bonnetje, ze heeft niks ingeleverd. Ik heb niks ingeleverd. Kan ik de volgende keer iets inleveren? Ja, ik heb genoeg, hoor. Wat is dat, een zusterskaartje? Nee, het is geen zusterskaart. Wat dan? Dit is een trenchcoat. Een trenchcoat? Dit is een trenchcoat. Kijk. Ja, is jouw smaak een beetje kinky? Nou, welke feest kan jij dan? Dit is toch niet kinky? Nou, ik ga eigenlijk nooit naar feesten waar dit soort kleding wordt gedragen. Als het nou van lak was of zo, dan zou het... Maar het klinkt wel een beetje als lak, toch? Ja, dit binnenste wel, ja, die voering. Dat... Ja, wat is dat nou? Ja, dat weet ik niet. Ja, wat denk je? Ja, misschien make-up. Make-up? Of zo. Of, ja, ik neem aan geen filz. Het heeft raar een plek anders. Doodgedodiveerd meisje. Oké, ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Of van zo'n bloempje. Ben je daar nu achter gekomen of had je dan al... Nee, dat zag ik dus straks en wel. En toch aangesproken. Oh, ik zie wel eens de riem mist. Nee, die hangt er wel omheen. Oh, die is heel modieus eromheen gedrapeerd. Ja, hij moet ook nog eventjes onder de pers, denk ik. Want dit komt echt net zo uit de wasmachine. En dat is gewoon nog helemaal gekreukt en zo. Ja, ja, ja. Maar, ja. Je kunt toch van die bakken buiten, van die gebreide mesjes? Ron, de enigste man hier. Ja. Roland. Ja, ik kom speciaal op deze avond, omdat ik dan de enigste man zo'n beetje ben. Ja, maar dan denk aan... En wat je aan hebt, heb je dat vandaag gescoord? Nee, want ik ben de jury. Dat is wel een beetje tegen de regen, hoor. Ik geef die vrouwen dan advies. En dan heb ik een rood bordje en een groen bordje. Maar dat is normaal, dat mannen en vrouwen kledingadvies geven. Is het meestal niet andersom? Ja, maar... Dit is transitie, hè? Transitielokaal, dus hier gaan we dan net andersom doen. Hier adviseren de mannen. Die adviseren de vrouwen. En de vrouwen geloven jou wel, of niet? Ah, nee, ik ben niet echt naar geluisterd. Tot nu toe heb ik wel leuk bezig. Tot nu toe heb ik wel het idee... Als we het lol hebben, als we het leuk Tot nu toe heb ik wel het idee dat ze daar wel veel aan hebben. Nou, maar Ron, naar een heel avondje tussen de vrouwen weet je toch wel dat vrouwen gewoon niet luisteren dan mannen, of wel? Ik blijf pogingen ondernemen. Nou, dapper. En ik doe dat eigenlijk non-verbaal. Ik doe dat gewoon. Ja, maar dit is fout en goed, ja. En ik, jou zag ik ook, daar ligt een ratel. Ja, dat is als er echt niet... Succes! Dan probeer ik dan af en toe ook de aandacht naar mij te trekken. Maar dat gebruik je als het dan echt niet meer, wat? Nou, kijk, als ik echt de aandacht niet kan krijgen... Ja, ja. Dan raad ik...
En vervolgens kan ik dan toch dat bordje nog opsteken. Ja. Toch heb ik daar een andere mening bij, Roland. Want de raad doen we bij een succesvolle... En dat is toch van de zotte? Succesvolle raad. Dan heb ik een raad ons. Goede lieve, nachtburgemeester Tilburg. Wat je aan hebt, is dat vandaag gescoord? Ja, dat is een van mijn nieuwe dingen eigenlijk. Ik heb bijna geen nieuwe dingen, maar toen was ik bij Astrid Joosten. Op de bank bij Astrid Joosten. En toen had ik zoiets van... ik doe dan toch een keer een nieuw vestje aan. Het is wel een brede streep, maar hij is zo chic, dit ding. Kun je even gaan staan, dat ik even kijk. En dit is heel hip dus, hè. Dit is echt allemaal twee dingen en dan zo, hè. Wat is daar dan hip aan? Ja, dat is dan net een beetje asymmetrisch of zoiets. Ja. En maar dit heb jij hier... Echt gekocht in een winkel. Dat vroeg ik niet. Dus dat is een van mijn dingen die ik gekocht heb. Oké, en vandaag heb jij... Je mag weer gaan zitten, hoor. Ja, wat ik maar gekregen heb... ik heb niet gerald. Nou, je hebt niet gerald. Ik kom van mijn werk af en ik ruil kennis. Ik geef kennis. En dat is oneindig kennis die ik deel. Oké. En ik help ook mee met gewoon de mensen een beetje. Ja, ik ben eigenlijk vaak gastvrouw als nachtburgemeester. Ja. Hier ben ik gastvrouw en PR. Kun je iets zeggen over de kennis die jij dan deelt? Ja. Of is daar even niks mee te maken? Ja, dat heeft heel veel mee te maken. Het is allerlei informatie over de duurzame wereld. En in de duurzame wereld gaat het om de verbinding. En dan gaat het om dat er spullen... Het gaat niet meer om het hebben, maar het gaat om het zijn. En net zoals om dit soort spullen. Wacht even. Het gaat niet om het hebben, maar het gaat om het zijn, zeg je? Ja, in de jaren 70 was het echt helemaal heel belangrijk om allemaal dingen te hebben. Dus er was allemaal heel belangrijk om spullen te hebben. En nou, in 2012, gaat het om de verbinding en de contacten en de netwerken. En dan gaat het niet om het hebben, maar om het zijn. Dus dat je spullen... Maar wat zijn? Dat je niet spullen hebt, maar dat je gewoon samen iets bent. En ik kan nou even een jasje ruilen en hoef ik het niet te hebben. En dan neem ik de volgende keer weer mee terug. En dan ga ik iets anders ruilen. Boeken mogen mensen ruilen en delen. Dus het gaat erom wie je bent. En het gaat er niet meer om wat je hebt. Het gaat eigenlijk meer over krijgen dan. Nee, het gaat erom wie je bent en niet wat je hebt. Snap jij het, Roland? Ja? Ja, ik weet niet of ik het ben. Of ik het heb. Nee. Heeft hij het gewoon? Ja, Roland leeft zo. Als je het met elkaar deert, heb je wel veel meer. Helemaal als je het met spullen delen, dan heb je hoe groter je netwerk met sociale contacten, hoe meer je hebt. Dat is wel lastig voor de economie als wij alles gaan delen. Hè. Dat is wel lastig. Er wordt er weinig meer gekocht. Ja. Nou, wij zijn, mijn visie is dat we wat de krant najaagt en wat de ministers zeggen, de oude politiek, die nou in het katshuis zit, die hebben oude modelhangers nog aan en dat is het model van de eeuwige groei. Maar dat model is onhoudbaar, want olie wordt duur. Wij hebben een maatschappij opgericht die helemaal gebaseerd is op goedkope olie. Alles is oliegerelateerd. We zijn allemaal olieverslaafd. En GroenLinks heeft nou in april 2012 het houdt op. Het houdt een keer op. En dat gaat over olie. En daarom gaat dit economische model met alleen maar gebaseerd van we moeten groeien. Dat is een model wat gewoon op de laatste ademsnikken nog hangt. En de politiek wil er allemaal nog in leven houden. We zitten naar iemand te kijken met een slagaderlijke bloeding. En ze zitten pleisters te zoeken om dat te dempen. Nou, ik hoorde vanmiddag nog op de tv dat we ons laatste spaargeld maar op moeten nemen. En dan dat maar dingen voor moeten gaan kopen om de economie te redden. Ja, dat zie ik anders. Oh. En die visie wil ik uitdragen. Ik denk dat mensen daar niet naar moeten luisteren. En dat ze gewoon naar zichzelf even goed naar, logisch nadenken. Dan weet je dat je op één aarde met 7 miljard bewoners... dat je niet een lineair model, wat alleen maar gebaseerd is op groei, wat omhoog gaat... dan kan je gewoon niet handhaven op met 7 miljard bewoners... op één aarde die met 4 seizoenen leeft en die je gewoon uitput. Klaar. En ik wil graag naar het katshuis en ik zal het uitleggen daar. Daar zal ik over nadenken hoe ik dat bondig zal formuleren. En dit is zeg maar een soort manifestatie van hoe het anders moet. Dit is geen manifestatie, dit is een uitnodiging. Transition Town wil altijd een hoopvolle visie neerzetten, want het is spannend om te veranderen. En we weten al heel lang, we weten sinds 1972 al dat grondstoffen uiteindelijk uitgeput raakt, dat de aarde uitgeput raakt. We weten al sinds 1972, maar het is voor mensen heel lastig om te veranderen.
En je kan alleen veranderen als je een andere aarde onder je voeten krijgt. Je kan alleen maar springen als daar een andere bodem is. En Transistown biedt die hoopvolle nieuwe visie. Hoopvolle nieuwe visie. En als je gewoon hier samen hebt geruild en je gaat lekker naar huis liggen. Ik hoef allemaal niet die spullen. Ik kan ruilen, ik kan spullen en dan, delen. En dan zeggen ze tegen elkaar, dan ga je nog gerolen vandaag. Zeg je dan? Maar die zon, ga je nog gerolen vandaag? Die zon die putten wij niet uit hoor. Nee, die zon niet. Er is genoeg duurzame energie, maar dan moeten we uit de fossiele brandstoffen. En uit de materie. Er is genoeg. Rubo Okkels zegt dat we in Nederland genoeg zonne-energie per dag binnenkomt. 100 keer zoveel als we nu met alle fossiele brandstoffen gebruiken. Ja, dus vangen, hè? We moeten het op gaan vangen. En we moeten het gewoon gaan doen. Ja, en dan hoeft ook niet te minderen. En ook meer. Ja, maar wat doen jullie hier dan zo achter een tafeltje? Als jullie het moeten doen, zitten jullie gewoon een avondje lekker gras vooruit te spelen aan een tafeltje? Nee. Want informatie, kennis delen. Mag je nog iets voorlezen? Maar dat is te lang. Dat is alleen voor jou, Martijn. Ga je iets voorlezen? Ja, dat heb ik ook gedaan. Dat is heel leuk stuk. Het gaat over ontwikkelingswerk en over de systemen. Ik wil even zeggen van het Solar Café. Want ik voel me gelijk aangesproken van jullie zitten hier wel. Ja. Naast dat ik hier zit, ben ik het ook gewoon aan het doen. Met het Repair Café, maar binnenkort ook met het Solar Café, waarin wij met mensen gewoon samen zonnepanelen gaan bouwen. Om die energie die hier gewoon elke dag ook gratis in Tilburg. Ook op een niet zonnige dag in Tilburg neerdaalt, om die op te gaan vangen en om te gaan zetten in energie die we kunnen gaan gebruiken. Ja. Ja. Dus. En die energie even zo kort dan hoor, want het gaat er helemaal niet over. Nee, jawel, materie. Maar dat is ook voor de burger, of is dat dan zeg maar dat de overheid meer zonnepanelen of in handen van de burger? Nee, we gaan zonnepanelen maken. We gaan in de buurt op zoek naar mensen die dat willen doen. Nou, dan kom je altijd mensen tegen die hebben tijd over. En je hebt mensen die hebben daar wel geld voor over, maar die hebben geen tijd. Mm-hmm. Nou, als je die mensen nou verbindt. En die mensen die geen tijd hebben, financieren de mensen die wel tijd hebben om zonnepanelen te gaan maken. Voor bijvoorbeeld een stadshoeve, of voor een kinderspeeltuin, of voor een kinderboerderij. En die dan vervolgens, als die mensen dat in een groep samen die panelen maken en die schenken ze weer aan die kinderboerderij. Of, ja, ook snap ik. Dan hebben die... Dus het is niet zeg maar op je eigen huis? Dat kan ook. Kan ook, oké. Okay. Ja, okay. En als je dat dan gezamenlijk met 20 mensen gaat doen, dan zou daar wel eens een initiatief uit kunnen ontstaan dat mensen, die 20 mensen bij zichzelf denken, dat is zo eenvoudig, wij beginnen coöperatief een eigen energiebedrijf en we gaan commercieel in het groot die zonnepanelen op onze daken leggen. Ja. En daar gaan we energie mee opwekken. Nou, succes daarmee. Ja, dankjewel. Jij wil nog iets voorlezen? Ja, is te lang, denk ik. Dat is een heel mooi stukje wel. Ik vind het is wel een heel mooi stukje, dat is voor jou dan. Gewoon, uit het boek dan? Ja. Het boek van Herman van Hagen. Ja. En die was op de Landelijk Genoegdag. En die reist veel om de boodschap te vertellen. Wat is een Landelijke Genoegdag? Ik organiseer al 5 jaar. Nu heb ik dit jaar voor de 5e keer de Landelijke Genoegdag georganiseerd. Locatie Klassentheater. En daarmee wil ik uitdragen mijn visie. Genoeg is meer dan te veel. Genoeg is meer dan te veel. Ja. Oké. Okay. En hij zegt al dat we in de duurzaamheidsrevolutie zitten. En dat geloof ik ook wel. Maar als je ergens in zit, ja, dan is het nog mistig en dan zie je nog niet alles. En pas over 10 jaar zeggen we van, hé, maar toen zaten we al in die duurzaamheidsrevolutie. Ja, ja. Dus we hebben nou gewoon een revolutie. Dat is hartstikke leuk. Spannend. En hij heeft het is zo'n stukje. Hij heeft het over ontwikkelingswerk en daarom wordt alles het systeem niet lukken. Nou, lees voor. Ja, om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten organisaties Oxfam Novib aan een absurde hoeveelheid voorschriften, eisen en toetsingscriteria voldoen. Aanvragen beslaan al gauw 2000 pagina's. Aan de achterkant worden projecten kapot geëvalueerd. Een ambtenaar van het ministerie beschreef de evaluaties ooit treffend in de vorm van een metafoor. Kippen steken de weg over. Waarom? Het simpele antwoord is om aan de andere kant van de weg te komen. In ontwikkelingssamenwerking is dat antwoord onacceptabel. Er worden evaluatieteams op pad gestuurd om te onderzoeken of de kippen de kortste en de snelste route namen. Of ze inderdaad de andere kant van de weg bereikten. Of ze van plan zijn om daar te blijven. En of het oversteken van de weg de behoefte van de kippen heeft bevredigd. Het evaluatieteam vervolgens start een participatief proces met de kippen, ontwikkelt een theorie over hoe kippen wegen oversteken en wat daarvan de effecten op korte en lange termijn zijn. De voor- en nadelen van toekomstige samenwerking met kippen worden onderzocht.
Ik zou er nog aan toe willen voegen. De evaluaties gaan vervolgens naar politici. Die eisen dat kippen leren vliegen, zodat ze geen weg meer over hoeven te steken. Of ze geven opdracht om voortaan geen kippen, maar kalkoenen naar de andere kant van de weg te brengen. Het hulpapparaat lijkt te worden beheerst door managementmodellen uit het industriële tijdperk, gefinancierd door machtsstructuren uit dat tijdperk en gegijzeld door mentale modellen uit dat tijdperk. En deze drie dingen, deze metafoor, geeft heel goed aan dat wij als burgers echt zelf aan de slag kunnen en moeten. Want de overheid heeft een hele andere dynamiek. Ja, ik wou het eigenlijk net vragen. Want die overheid, je kunt het eigenlijk op het moment niet slechter treffen, toch? Ja, maar dat is ook mooi, want uiteindelijk gaan nou zoveel burgers een tegenkracht vormen, omdat ze nou echt iets hebben, ja, maar dit wordt de dol. Denk je dat? Ja, dat voel ik. Ja, ja. Dus als je ziet een boomtak met Jan van Essen, die gewoon samen de boomtak gaan onderhouden. Hoeveel mensen weer vrijwillig zijn. Hoeveel mensen ook echt verontwaardigd zijn over het gevoel dat heel veel mensen uitgesloten worden. Over dat de overheid heel de tijd zegt in je eigen kracht zetten. Terwijl heel veel mensen met een vlekje gewoon heel moeilijk aan een baan komen. Gewone mensen rond 40 komen al heel moeilijk aan een baan. Dus je zou kunnen zeggen, deze rechtse regering biedt eigenlijk de mogelijkheden voor een soort links alternatief van en nou, ik denk niet meer aan rechts en links. Duurzaamheid is voor iedereen. Iedereen wil op deze wereld blijven wonen en heeft generaties na zich. Maar het gaat mij niet zo per se om de 7 generaties na ons. Het gaat mij nou ook om de westerse mens nu. En daarom van de boodschap, genoeg is meer dan te veel. Ik lees veel en is dat nou voorspeld. Ik lees ook veel uit de medische wetenschappen. Ik ben medische informatiespecialist. Het is nou voorspeld dat in 2030 30% van de mensen in ontwikkelde landen depressief zijn. Heel veel mensen, naast nog overgewicht, diabetes, welvaartsziekte. Ja. Dus wat voor model hebben we met z'n allen? Doordat allemaal te veel moed, te veel druk, te veel bang om je baan kwijt te raken. Bang dat je met je partner heel erg allemaal met z'n dingen samen, met z'n tweetjes moet doen. Dus die samenleving hebben we gewoon echt nodig. Het is een heel ongezond systeem wat we met z'n allen hebben opgebouwd. En heel veel mensen hebben ook zin in. En dit zijn gewoon meer symbolen. Hè. Het is niet zo dat deze stadstuin de tuin was, maar het is een symbool voor andere mensen om een andere wijk eens weer te denken. Hé, wij kunnen ook iets doen. Eetbare planten neerzetten. En wat ik zei, wie weet dat ik toch nog een klimcorset op mijn balkon zet. Ja. Het gaat om de symbolen, om hoopvolle visie. En als je hoop hebt, dan kan er zoveel. Ja. Goh, de verhalen die je allemaal hoort op zo'n kledingruilfeest. Feest, hè? Ja, dat is echt, ja. Dat is leuk. Dat is echt een feestje. Volgende keer erbij zijn. Volgende keer, ja. Wanneer is de volgende keer? Op de website www.nachtburgemeester-tilburg. Het is in juni ergens, hè, de volgende keer. Ja. Dankjewel. Heb jij nog iets nodig, Martijn? Nou, zie ik er niet goed uit. Of, je ziet er goed uit, man. Nou, dankjewel. Twee al jaren, jongen.